Dames, hoe is het gekomen? Door mijn ergernis van het feit dat ik dagelijks in de buurt heel veel zwerfafval zag liggen. En op een gegeven moment dacht ik, je kan je eraan ergeren, maar je kan er ook wat aan gaan doen. En toen heb ik contact gezocht met de wijkconciërge Nancy. En die heeft mij materieel gegeven om op te ruimen. Zoals een grijper en handschoenen en een ring. En toen ben ik vuil gaan ruimen in mijn eigen buurt. En tot mijn grote verbazing, nou eigenlijk verbijstering kan je beter zeggen, lag er wel heel erg veel. En toen ben ik vorig jaar, heb ik voor het eerst meegedaan met World Cleanup Day. Dat had een mevrouw georganiseerd op de dijk. En dat vond ik zo leuk om te doen met heel veel vrijwilligers. Dat ik in januari contact heb gezocht met Nancy om het in onze eigen buurt te doen, de Schoten. En toen zijn wij, toen is Linda met een heel programma gekomen om het te organiseren op 19 september, dat is de World Cleanup Day. En door de corona is het een beetje opgeschoven, maar eind augustus kwam Linda weer in de lucht en toen hebben we het helemaal opgezet. Voor vandaag. En Linda heeft via de site van World Cleanup Day Nederland Schoon deze actie aangemeld. En daar zijn een hoop reacties op gekomen. Hoeveel heb je er? 42 officieel, hè? Maar we rekenen op zo'n 50 mensen.